De regering en de samenwerkende vakbonden hebben een principeakkoord bereikt over een loonsverhoging van 20% voor ambtenaren en aanverwante groepen. Het bedrag van 3500 SRD, dat eerder als koopkrachtversterking werd uitgekeerd, zal worden opgenomen in het vaste salaris. De exacte uitvoering en fasering van deze maatregelen worden nog verder besproken, evenals de energietarieven waarover beide partijen al dicht bij een akkoord zijn. De loonsverhoging houdt direct verband met toelagen, overuren en pensioenen van zowel ambtenaren als gepensioneerden. De regering blijft in overleg met alle betrokken partijen om ervoor te zorgen dat de uitvoering van de overeenkomst de macro-economische stabiliteit niet in gevaar brengt.